Mag ik even langs? Een beetje. Ja. Ja, dat is mijn nieuwe stofzuiger. Ah, sorry. Dat was Ingrid. En Henk. Cameraman Henk is er ook weer. Ik zal even gaan zitten. Zo, staat de camera goed, Henk? Ja, hè? Dames en heren, Henk en Ingrid. Henk en Ingrid. Graag is dat. Op de een of andere manier altijd denken aan waterstofperoxide. Ja, dat zal wel aan mij liggen, ik weet het niet precies. Maar goed, ik kom dus net van de Aldi af. En ik zat te denken, ja verdomme, dan heb ik een hoop van die mooie sigaren. Waarvan ik de meeste heb gekregen. Van gewaardeerde leden van sigarenliefhebber.nl. Dat zijn mooie sigaren. Dat zijn sigaren die rook je bij speciale gelegenheden. Weet je, dus dat paf je niet even weg, s'avonds in de file op de A1. Nee, daar heb je een speciale gelegenheid voor nodig. Dus ik wachtte tot er wat speciaals gebeurt. Maar ja, ik krijg het volgende. Ik probeer speciale gelegenheden zoveel mogelijk te normaliseren. Eigenlijk van kerst, oud en nieuw, verjaardag van mijn moeder, mijn eigen verjaardag. Ja, ik probeer dat zoveel mogelijk te verdringen, weg te drukken en net te doen alsof het leven nog normaal is. Dus ja, er gebeurt. Ik heb gewoon geen speciale gelegenheden. Maar toen had ik onderweg een helder moment. Nou, als er geen speciale gelegenheden zijn, dan creëer je gewoon een speciale gelegenheid. Op het moment dat jij een speciale sigaar aansteekt, en dan maakt het niet uit wat voor dag het is, dan is het gewoon een speciale gelegenheid. De sigaar maakt de gelegenheid. Dus toen had ik een verdomde goede reden om bijvoorbeeld de Flying Pig van Drew Estate, de T52, om die eens te gaan proberen. Ik zal hem even pakken. Momentje, ik nog even niet meer door. Ja, ik kom daar binnen. Ik trek ook even mijn jas uit. Momentje hoor. Zo. In mijn humidor te wachten dat hij eindelijk eens een keertje gerookt mocht worden. En hier heb ik hem dan. Dit is een heel apart sigaartje. Dus even kijken of de camera dat een beetje. Een dikke kop in de camera. Even scherp zetten. Kijken of dat lukt. Het is een heel aardige camera, ook met stereo en zo. Dus, oh, dat ziet er. Kijk, dat is een heel merkwaardig sigaartje. Dit noemen ze een. Het type noemen ze een perfecto, de vormgeving. Een perfecto. Een perfecto is eigenlijk alles wat niet lijkt op een normale sigaar. In dit geval hebben we een soort luchtschepvorm. Dus smal aan de uiteinde en boller in het midden. Dat heet dan een perfecto. En dit is een perfecto van, gemaakt door de Drew Estate. En dat ding heet Liga Privada T52. En er zit zelfs een apart prijsbandje omheen. Dat krenk kost €13. Dus ja, dan wacht je wel heel erg lang op een speciale gelegenheid. Dus ja, ik dacht, dat maak ik zelf de speciale gelegenheid. En dat gaat vanaf nu gebeuren. Ik ga een review doen, nu, van deze sigaar. Ik heb er een droge keel van gekregen. Even een lekker blikje Harley Davidson erbij. Dat lekker neutraal spul. En daarom was ik ook bij de Aldi eigenlijk. Goed, even mentaal voorbereiden, gaan we dadelijk verder. Ja? Even pauze. Ja, nou, ik heb hem nou redelijk aan de gang. Kijk, omdat hij dus aan het einde, aan het vuureinde, een beetje taps toeloopt, duurt het dus even voordat je hem over de volle breedte rookt. Dus op dit moment zit ik nog door een vrij smal buisje te roken. Maar toch, hij trekt heel goed. Dat is mooi, want van zo'n kort, dik, volgestopt ding zou je kunnen verwachten dat het voor je meter trekt. Maar hij trekt perfect. Hmm.
Maar hij moet nog wat verder op gang komen. Ik proef, ja, hij is heel goed in zijn smaak hoor. Ook heel veel smaken, een rijke combinatie aan smaken, durf ik zo maar te zeggen. Hout, peper, leer, ik proefde iets van leer. Oh. Oh. Zoet, iets van chocola denk ik, zoete chocola. Maar ze heel rijk van smaak. Kijk, dit is nou een goede sigaar. Ik ben een amateur, durf ik rustig te zeggen, maar hier kan ik echt voor het eerst eigenlijk duidelijke karakteristieke smaken. Geen enkele smaken, maar meerdere smaken tegelijk haal ik hieruit. Ik hou ondertussen trouwens ook even in de gaten van hoe lang dit gaat duren. Ik ben nou pak een beetje 7 minuten bezig. Deze sigaar gaat heel lang duren. Als je dit zo ziet. Ha, maar hij is lekker. Hij is verdomde lekker. Ik kan ondertussen wel even iets vertellen over de sigaar wat ik heb kunnen vinden op het internet. Dit is een zeldzame sigaar. Hij is eigenlijk Liga Privada, dus uit eigen collectie, zeg maar. Vandaar ook de prijs, neem ik aan. Ik weet niet eens of die ondertussen nog wel te krijgen is. Even kijken. De afmetingen zal ik jullie niet meer lastigvallen. Hij is kort, hij is dik. Ja, dat is het. Even kijken. Hij is gevuld. Dus het filmmateriaal, zeg maar, is van, voor zover men weet, want het schijnt een beetje een familiegeheim te zijn wat er nou eigenlijk precies in zit. Het filmmateriaal komt uit de Dominicaanse Republiek en uit Nicaragua. Het dekblad komt uit, wat is dat? Dat is Braziliaanse Mata Fina. Het omblad is Havano, Connecticut. Ja, heb ik gehoord ergens. Ik weet niet, maar ik heb ook ergens gehoord van dat ding zijn smaak heeft gekregen door de manier waarop die tabaksbladeren zijn geplukt. Ze hebben dus niet gewoon die tabaksbladeren van de plant afgehaald. Nee, ze hebben ook de stengel, de steel waar dat blad aan zat, hebben ze ook afgehaald. En dat geheel hebben ze laten fermenteren. En juist vanwege omdat de stengel er nog aan zat, ging er dus wat smaak van de stengel naar het blad. En dat neemt ook tijd in beslag, dus het heeft langer, die tabak, dat duurt langer om te fermenteren dan normale sigarentabak. Nou, dat is interessant om te weten. Ja, ja, chocola. Hout. Mild. Het is niet intens, het is een milde, ik zou bijna zeggen zachte smaak. Het is geen zware sigaar. Absoluut niet. Ja, ik vind iets kruidigs. Iets van nootmuskaat, nootmuskaat, peper. Tintelt ook een beetje op de tong. Maar niet onaangenaam. Je krijgt er geen vieze smaak van in je mond. Dit is echt een lekkere sigaar. Voordat ik ga raaskallen, zet ik hem weer even op pauze. Die review moet ook niet te lang duren, dus even pauze. Zo, ruim een uur verder.
Jullie waren live getuigen van het afvallen van de askeel. Nou, dat zie je toch niet vaak. Het is een treurig moment. Maar ik ga het ook niet uitknippen. Ik bedoel, dat hoort ook bij het leven. Maar goed, je hebt gezien hoe lang die askegel... Ja, ik ben nu een uur verder. Die askegel heeft een uur volgehouden. En nou is van de sigaar ook niet al te veel meer over. Maar hij houdt het toch wel zeker een kwartier vol, denk ik. Hij smaakt nog steeds naar zoet. Hij smaakt dus leer, chocola, hout. En dit is dus ook chocola, koffie. Ja. Dit is dus ook een van die zeldzame sigaren die je gewoon ongegeneerd door je neus kunt uitademen, exhaleren. En dat heeft natuurlijk niks met inhaleren te maken. Ik inhaleer nooit een sigaar, want dat is niet goed. Maar via de neus uitademen, dan, de meeste smaak ervaar je toch via de neus. Dus vandaar dat ik veel via de neus en de mond natuurlijk. Maar de meeste smaaksensatie zit in de neus. En dit is een goede sigaar om via de neus te kunnen uitademen. Hij is niet scherp, hij is niet bitter, hij is niet vies, hij is niet bar, hij is niet gemeen, hij is niet goor. Dit is een heerlijke sigaar. Ja, hij wordt weer wat zoeter. Hij blijft interessant. Goed, jullie geloven het wel. Ik hou het hierbij. Een sigaar ruim een uur. Kan nog wel een kwartiertje bij. Voor 13 euro is dat te veel. Nee. Omdat het een kwalitatief goede sigaar is. Hij is de moeite waard. Ja, dit is ook geen tussendoor sigaartje. Dit is echt een sigaar die zijn eigen speciale gelegenheid creëert. Zeg maar. Aanbevelenswaardig. Als je hem nog kunt krijgen. Ik zou bij God niet weten waar je dat ding nog kunt krijgen. Maar het is lekker. Een volwassen sigaar. Het herhalen waard. Maar dit was mijn eerste en mijn laatste, dus hier moet ik het mee doen. Oké. Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!